Multiple sclerose is een neurologische aandoening waarbij er een probleem is met het immuunsysteem. En multiple sclerose staat letterlijk voor meerdere littekens. En er ontstaat een ontsteking en beschadiging van de hersenen en het ruggenmerg. En wat eigenlijk het probleem is, is dat de isolatielaag die rond de zenuwen zich bevindt, dat die beschadigd raakt. Waardoor dat de signalen die van de hersenen naar de spieren worden doorgestuurd en omgekeerd niet goed doorkomen. Maar en dan krijg je op een dag dus bericht van meneer, u hebt een mes. En ik mocht niet meer gaan werken. Dus dat was van vandaag op morgen gedaan. Maar je moet vooruit. Een derde van de personen met multiple sclerose heeft slikproblemen. En in de verder gevorderde stadia van de ziekte loopt dat zelfs op tot 65%. De twee grote problemen zijn enerzijds dat mensen voedsel niet goed weggeslikt krijgen en dat dat blijft steken in de mond en de keel. Anderzijds kan het ook zijn dat voedsel of drinken de luchtweg binnenloopt en zo in de longen terechtkomt. Als die heel snel eet, dan verslikt hij zich echt. Dat heeft tot gevolg dat die mensen een risico hebben op ondervoeding, uitdroging en ook een risico op een longontsteking te gevolgen van dat eten en drinken dat in de longen terechtkomt. Ik moest heel veel hoesten en ik had minder uit schrik dat ik weer zou verslikken. En dan kreeg ik die longontsteking. En dat is uitermate gevaarlijk. En het is zelfs zo dat dergelijke longontsteking dat een heel belangrijke doodsoorzaak is bij personen met multiple sclerose. Dan nog een lepeltje water. Ja. Een belangrijke oorzaak van die slikproblemen is spierzwakte. Nu, we weten uit de fysische revalidatie dat het bij personen met multiple sclerose mogelijk is om spierkracht en ook het volume van de spieren zelf te gaan verbeteren door intensieve revalidatie. Okay. Zullen we dan de tongkrachtoefeningen starten? Nu, tot op heden is er heel weinig onderzoek gebeurd naar de mogelijke effecten van intensieve slikrevalidatie bij multiple sclerose. We zijn dan ook heel blij dat we dankzij de fondsen Claire Fauconnier, Guy Salet en AW, beheerd door de Koning Boudewijn Stichting, de kans krijgen om daar onderzoek naar te doen. Mag ik de hulp terug vooraan in de mond? En nog een keer. Het project kan rekenen op een sterk consortium met veel klinische en wetenschappelijke expertise binnen de domeinen van multiple sclerose en slikrevalidatie. Binnen het project gaan we twee groepen met elkaar vergelijken. De ene groep krijgt standaardbehandeling voor slikproblemen bij multiple sclerose. De andere krijgt intensieve slikrevalidatie. Gebaseerd op onze ervaring bij multiple sclerose patiënten en patiënten met een andere neurologische aandoening verwachten we dat na die 4 weken intensieve slikrevalidatie er een toename gaat zijn van spierkracht, wat zal leiden tot een verbetering van de slikfunctie en een positief effect op de kwaliteit van leven van deze patiënten. En dan hebben ze gezien dat mijn tongkracht verbeterd was. En tot nu toe zijn kinderen meer moeten komen.